Kijk, je hebt dan zo'n los armbandje. En dan moet je zo'n strook kun je er dan opplakken. En inmiddels sneeuwt het. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag 15 januari, de Blue Monday zoals we dat noemen. De derde maandag in januari noemen ze een Blue Monday, omdat veel goede voornemens sneuvelen. Het allemaal een beetje uitzichtloos lijkt tot aan dat er weer een beetje mooier weer wordt, lente en zo. Veel mensen hebben daar last van, zeker van ook een winterdepressie en dat soort dingen. Ik denk bij mezelf, alleen vandaag? Of is dit niet al veel langer een state of mind? Nou goed, ik heb dat met vlagen, dat ik me gewoon bleu voel, dat ik denk van, blah, weet je wat, goed, gaan we het maar niet te lang over hebben. Dan ga ik het meer voelen. En ik denk dat er veel meer mensen zijn die zich zo voelen, het niet uiten. Ik heb het ook. Ik vind de winter een ontzettend lastige periode om blij, vrolijk te zijn. En er ook nog allemaal dit soort dingen in de familie die dan gebeuren. Het helpt niet mee. Ik probeer me een beetje te focussen op wat er moet gebeuren hier in huis. Vast te houden aan een bepaald ritme. Dat helpt. Wat ook helpt is opruimen. En ik heb natuurlijk die opruimchallenge ben ik aangegaan met zoveel items per dag. Maar ik kom er nu dus ook achter. En ook aan reacties onder de video's dat per item of per kast veel handiger had geweest. Dus ik ga vandaag mijn sokkenla, een la in mijn kast, die puilt echt uit, ga ik onder handen nemen. En ik ga het gewoon wel onder het mom van zoveel gaat weg. Maar dan ja, gaan jullie wel veel sokken zien vandaag. Ja, dat denk ik wel. Heel veel sokken en heel veel items die weg mogen, hemdjes, nou, dat soort dingen. Want die kast die moet ook opgeruimd worden. En als ik die niet opruim, dan kunnen er weer geen kleren uit een andere kast in. Ik lees ook onder de video's dat meer mensen een opstapeling van spullen hebben. Maar op maandag is het hier ook altijd ruim het huis op dag. Dus dat loopt een beetje samen. Want normaal is het mijn vrije dag en mijn opruimdag. Alleen vanmiddag moet ik gewoon Fleur halen. Dus ik heb alleen de ochtend tot aan 1:30 zo'n beetje om dat allemaal te doen. Dan kan ik wel een heel eind komen. Maar ik kan niet alles doen wat ik wil. Dus ik ga gewoon doen wat ik denk dat er gedaan moet worden. En dat houdt in altijd eerst even de keuken opruimen. Want als de keuken netjes is, dan is dat mijn basis, zeg maar, om verder te denken. Ik heb echt een vast ritme, een rondje nodig, zeg maar. Om niet in de war te raken van, oh, ben ik dit niet vergeten schoon te maken, dat niet vergeten schoon te maken. Dus ik ga altijd een rondje door het huis. Misschien is het een tip voor mensen die niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Want als ik 's ochtends in mijn keuken kom, dan staan hier vaak nog dingen die zometeen opgeruimd moeten worden in de kast. Aanrecht moet altijd iedere ochtend opgeruimd worden. Deze moet nog even een plekje. Had ik even voor de snel. Ik dacht van, ik ga vandaag draadjesvlees maken. Maar ik heb ander vlees wat eerst op moet. Dus morgen wordt het draadjesvlees, dus deze mag ook opgeruimd. Dan kom ik hier bij de stash. Deze had ik nog wel leeg gegooid, maar het papier moet leeg. Glas hoeft nog, glas ook volgens mij. Ik zie er wat uitsteken. Dan hang ik een nieuwe handdoek en een theedoek op. Deze bakjes was ik dan af. Ik ga even het fruit uitzoeken. Ik maak dit allemaal schoon. En dan, ja, dan maak ik zo mijn rondje door de keuken. Laten we beginnen. En het handigst om mee te beginnen is gewoon de vaatwasser leeghalen. Die gaat bij mij iedere avond aan. Ook als er maar, als hij niet helemaal propvol zit, gaat hij toch iedere avond aan. Niet als er 1-2 dingetjes in staan hoor, dat is onzin. Maar als er zo heel veel bakjes en dat soort dingen in staan, gaat hij toch aan. Want als ik die dan leeghaal, dan kan ik alle zooi die zich verzamelt gedurende de dag op het aanrecht, kan ik dan mooi hierin kwijt. Blijft het aanrecht een beetje leeg en werkbaar. Dus, we gaan deze leeg trekken. En dat doen we natuurlijk op deze manier. Nou, die is leeg. En dan gaan we alles opruimen wat hier staat. Dat doen we eventjes in sneltreinvaart. Deze hang nog even open. Dit moet nog even drogen. Of ga ik zo even droog maken. En dan maak ik verder de keuken af. En dan ruim ik deze kant nog op. En dan is de keuken klaar. En ook deze kant is nu klaar. Hier is alles opgeruimd. En is de keuken. Nou ja, dit doekje moet nog even hier. En dan is ook dit allemaal opgeruimd. En dan ga ik nu stofzuigen. Ja, dat moet ook gebeuren. En dan kom ik vanuit de keuken en dan beginnen we hier het rondje. En begin ik hier met schoonmaken. En ik was al begonnen. Alles ingespreid. Even de retro Xbox nog hier. Ik kon ook wel een doekje gebruiken. Laten we nog maar even staan.
kleur vindt het leuk om die oude filmpjes te kijken. Dus nou, zo ziet het er ietsje netter uit. Daar nog even afstoffen. De tafel, dat hoekje. En dan door met de boekenkast. Dat. En dan stofzuigen, die staat ook al klaar. En lunchtijd, broodje filet, American en eiersalade en thee. Heb ik wel verdiend. Ik heb alles opgeruimd, ik hoef alleen nog maar te dweilen en de wc te doen. Fleur heeft iets heel leuks meegenomen van huis, had ze eigenlijk vorige week al mee. Maar dat zijn dus een soort van diamond paintings die je op de armband moet plakken. Kijk, je hebt dan zo'n los armbandje en dan moet je zo'n strook kun je er dan opplakken. En daarna kun je er met de kraaltjes of met de steentjes, kun je die erop maken. Alleen ik schiet in de tijd eruit. Maar krijg je het er wel weer goed in het zakje? Ja. Oh, nou dan niks is eruit gevallen, want hier heb je een gaatje en dan ga ik zo inkiepen. Oh, dat is handig. Maar dan is het niet erg dat je een beetje uitschiet. Ja. Toch? Ik kan toch weer in. Ja, precies. En hier staat dan de uitleg erbij. Super leuk. En als laatste moet je even spreekje rondom en moet je wachten. Ja. Misschien één dagje, ik weet niet. Ja, kijk, en dan wordt dit het eindresultaat. Ziet er wel heel tof uit. Ik ga deze nu maken. Oh, Fleur. Wat is er? Dit zijn een soort van sleutelhangers. Oh, leuk. Ja, dus dan kun je deze vierkantjes. Uh-huh. Die kunnen hierop. Je hebt een kleinere en een wat grotere. Dat is leuk. Leuk? Ja. En als eten ga ik dit maken. De makkelijke broccoli overschotel. Kruidenmix zakje. 2 broccoli's. Kipfilet 350 gram. Aardappelschijfjes. Kookroom. Geraspte kaas. En 2 uien. En ik heb alles hier al liggen. Ik moet alleen even kipfilet. Dat hoeft niet helemaal. Want dit is, kijken, 800 gram. Dus de helft hiervan ga ik gebruiken. En van de kookroom hoeft ook niet alles. Daar gaan we 50 milliliter van gebruiken. En dan gaan we dit even maken. En het gaat voor een half uur de oven in. Ik ben heel erg benieuwd of dit lekker is. En inmiddels sneeuwt het. En nu een keer dikke vlokken. Het blijft ook een beetje liggen. Een beetje. We hopen op een dik pak sneeuw, hè? Ja, dat is beter dan vanmiddag. Toen was het heel, heel dunnig. Nou, ik ben heel benieuwd of een... Ja, ik ben benieuwd of het een beetje blijft liggen. En zo ziet het eruit als het klaar is. Ik vind het er heel erg lekker uitzien.
En die ovenschotel is een aanrader. Echt heel erg lekker. Ik had wel zoiets van, niet iedereen gaat de broccoli die zo al dente, weet je, een beetje krokant gaar is, lekker vinden. Aardappeltjes waren wel gaar, maar hadden ook nog even gemogen. Dus ik zou ze eigenlijk voor de volgende keer even iets over de kook brengen. En dan pas in de schaal doen. Goed, ik ben nu thee aan het maken. Met dat wonderlijke ding van de Action. Het is echt een aanrader. Je hebt zo meteen warm water en je hebt gewoon thee. En dan moet ik nog 15 dingen gaan vinden om weg te doen. En ben het vergeten. Een Fleur ligt in bed. Ja. Ik denk dat ik mijn washi tape la in ga. 15 washi tape is weg. Nee. Oh, dat is echt heel erg. Och, ik ga het wel doen. Dus ik ga zo meteen 15 washi tapejes uitzoeken. Dat is ook al lang niet meer bullet journal, maar... Ik vind het gewoon zo mooi om ze te hebben. Maar 15 kunnen er wel weg, Janneke. Ja, 15 kunnen er wel weg. Oké, dit is mijn washi tape stash die ik beneden heb liggen. Ik heb ook boven nog. Maar laten we ons even beperken tot beneden. Oké, dan heb ik er hier één die weggaat. Dat is 1. Oh, dat vind ik echt moeilijk. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh, ik kan toch niet kiezen, 13, 14, 15. Oké, 15 washi tapejes. Zal ik morgen, want het is al heel laat op de avond, dit allemaal herschikken. Maar dan kan dit allemaal wel mooier. Echt een hele leuke. Om een beetje herindelen en zo. Nog een nieuwe. Ja. Nou, oké. Dag, washi tape. Dag, washi tape. Jullie gaan weg. Ja, en zo zijn het 15 washi tapejes geworden. En ik ben er wel een beetje achter dat het houden aan zo'n dagcijfer toch wel lastig is als je het heel erg druk hebt en er heel veel speelt in je hoofd en heel veel gedaan moet worden voor familie en mezelf en weet ik het wat. Vind ik het vrij lastig om dit georganiseerd te doen. Want normaal gesproken had ik dit dan in het weekend voorbereid. Weet je, dan had ik alvast een doos klaargezet. En dan had ik daar al spullen in verzameld. Want ik weet gewoon waar ik het allemaal vandaan moet halen. Ik weet dat ik gewoon meer dan 400 items wel kan vinden. Alleen het is nu gewoon niet heel handig gepland. Blijf het proberen. Daarom zijn het nu washi tapes, want ik weet gewoon dat ik er heel veel van heb en dat er ook best wel veel weg van mag. Maar we zouden de slaapkamer doen en die moet ook echt verder gedaan worden. Ik ben al goed op weg, maar het is nog steeds een beste klus. Maar ja, het komt er gewoon door de week gewoon bijna niet van. En in het weekend is er dus ook steeds weer van alles gaande en baal er een beetje van dat mijn hele challenge zo'n beetje in het niet valt. Maar morgen is er een nieuwe dag. Morgen gaan we gewoon... kijken of ik wel 16 ander soort items kan vinden in die slaapkamer van mij. Mag ook uit mijn kast zijn, want die is ook vol. Dat mag ook. We gaan het beleven. Ik dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet er niet een duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden op de abonneerknop voor nog meer vlogs, shoplogs, challenges die een beetje misgaan. Slaap lekker voor straks en kijk je het in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!